Ik denk dat ik ga gokken. Ik ga wel gewoon hopen. Anders dan... Yes! Oh, yes! Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Mindtopia. En vandaag gaan we weer leuke dingen beleven. Dat weet ik wel bijna 100% zeker. Vergeet natuurlijk niet om een blauw duimpje omhoog te drukken. Vergeet te abonneren en niet te delen natuurlijk. Het is echt insane, echt serieus vet insane dat we op een Mindtopia video bijna de 3000 weergaves op hadden en de 100 likes. Dat was echt gewoon insane. Toen voelde ik me echt van, yes, we kunnen het dus. Dus laat het ook alsjeblieft massaal op deze video achter. Maar ja, daar hoop ik voor. Maar ik ben al blij genoeg. Maar goed, ik begin ook deze episode heel blij. Want ik heb gewoon al dat geld nog van de kassa. Kassa, hoorde er iemand? Fuck. Oké, dat hoorde niemand. Maar ik heb het dus op een bank gestort. Wat mensen weten, de mensen die nog niet weten wat ik heb gedaan. Kijk de vorige video van Mindtopia. Heb ik dus geld gestolen van de kassa. Dat heb ik op mijn bank gezet. En zou je wel denken, waarom heb je een stuk meer geld? Klopt, ik heb mijn kleren verkocht. Ook mijn blauwe hoed die ik nog de hele tijd in mijn inventaris had. En die ik niet echt op had. Omdat ik die te chic vond van mijn baan. Want ja, je gaat niet in een vieze kraam bijvoorbeeld. Ik noem maar wat in een vieze kraam. Weet je wel wat kei stinkt bijvoorbeeld. Helemaal in de haven bijvoorbeeld. Waar niemand komt. Dan doe je ineens een vette chique hoed op. Dat klopt niet. En bij dit restaurant, dit is niet echt heel luxe of zo. Het is gewoon een slagerij, weet je wel. En dat vind ik niet echt toepasselijk. Ik denk dat ik ga gokken. We gaan kijken dat deze episode gewoon geluk geeft. En ik ga nu ook hierin. Het is toevallig mijn buurman. Of tenminste, ja, mijn buurman. Ik kan hier namelijk gaan gokken. Gokken, het is heel makkelijk. Ja, ik weet niet. Ik weet precies al hoe ik moet zetten. Je moet minimaal 250 euro inzet doen. Als de speler wint, krijgt hij de twee keer zijn inzet terug. Dus bijvoorbeeld, ik geef 500 euro. Dan, als ik dan win, kan ik dan 1000 euro terugkrijgen. Nou, als de dealer wint, verliest hij zijn inzet. Dus bijvoorbeeld, ik heb 500 euro ingezet. Dan gaat die 500 euro weg. Ik denk dat ik serieus gewoon ga voor de 300 euro of zo. Krijg ik de 600 euro terug. Dan heb ik 100 euro winst. Zou ik dan... Ik weet het niet, man. Zou ik toch voor... Ik ga voor 500 euro. Ik ga twee keer voor 500 euro. YOLO. Gewoon. Oké. Twee keer 500. Ik wil voor twee keer voor 500 gaan. 500. En 500. YOLO. Ik kan één naar voren. Oh. De lamp verbrandde volgens mij. Dus ik krijg het dubbele. Hey, ik heb een dubbele! Yes! Geef het gedaan? Nog een keer. Nou! Hey! Ik heb een dubbele gewonnen! Ik heb 1k uitgegeven en ik heb nu 2k. 37k. 37 tot 36k. Ga! Oh my god! Ik heb serieus net het dubbele van mijn geld gewonnen. Zou ik gewoon nog eens een keer gaan? Zou ik gewoon nog eens een keer voor 500 gaan? Oké, daar heb ik. 1000. We gaan het hopen. We gaan gewoon hopen. Boeit helemaal niks. Ja! Lekker! 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 Volgens mij heb ik die. Ik heb die. Mooi. Mooi, 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 mooi. Mooi. Nog één keer geluk. En ik heb... Kom op. Yes! Oh my god! What the fuck? Ik heb gewoon 39k! Oh my god! Oh my god! Zullen wij voor een diamond blok gaan of zo? Nee. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon nog eens een keer voor het. Zullen we nog een keer? Zal ik nog eens een keer gaan? Ik heb nu 39k. Terwijl ik startte. Ik startte de video met 36k. Ik heb gewoon nu. Oh my god! Ik heb 4k gewonnen!
Ja, ik ga gewoon twee keer voor. Ik ga het ook gewoon doen. Oké, 1000. 1000. 500. 500. Fuck! Wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Oh, zeg even, zeg dat joh. Van. What the fuck? Nee! Oh, nee! Kom op, kom op, kom op, kom op. Fuck! Nee. Hierna stop ik. Als ik deze geef, stop ik. Oh, what the fuck doe ik? Nee, ik zweer. Wat doe ik? Ja, wat doe ik? Oh my god. Ik stop. Ik heb juist zojuist iets heel doms gedaan. Ik heb 10.000 verlies gedraaid. 10.000. Begon met 36.000. Ik ging vet goed. Ik had de 40.000. Ik zakte, ben nog doorgegaan, had het weer teruggevierd, ging weer door, verliesde alles. Ik heb mijn level check, ingevuld. En als ik lieg over het aantal prijs wat ik heb. Dan word ik level 0 gezet.